Handdoek wordt vermist. Op naar een reddingsmissie. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy. Ik ben er weer, jullie enige en echte zeep. En dit is Final Fantasy 9, ik wil dat 9 te zeggen, mijn fout. In de vorige aflevering zijn we in de village, het dorpje Dali, gekomen. En er is hier iets raars aan de hand, maar we weten er nog niet wat. Roesbak zijn we op het moment kwijt. We hebben Garnet, zoals jullie al weten, hebben we die. Oh, die heeft een nieuwe naam, die noemen we nou voortaan Zelda. En die krijgt nou eventjes een nieuwe armband, omdat dat ook weer een beetje een stat upgrade geeft. Maar ja, Towler zijn we kwijt en die blijkt dus ergens ondergronds te zitten. Dus gaan we nou maar eens eventjes kijken of we ergens een ondergrondse tunnel kunnen vinden. Nou, dat is wel heel erg makkelijk. Hierboven trouwens, er zitten dus zeg maar twee treasure chests. Er zit er eentje hier achter en eentje aan de voorzijde. Maar die kunnen we niet pakken omdat de motors op dit moment aan het draaien zijn van de windmolen. Dus daar kunnen we op dit moment nog niet bij. Later kunnen we daar nog wel bij, maar op dit moment nog niet. Dus goed. Is het niet heel erg toevallig dat hier een luikje zit? Maar goed. Laten we hier naar beneden gaan. Wat een toeval. Oké, dus we zitten hier nou ondergronds en dan gaan we dus op zoek naar de handdoek. Gratis geld, daar zeg ik nooit geen nee tegen. Oké, ik moest even klooien, ik kon er niks aan doen. Dus ja. Dit is niet, ofwel. Hé, daar hebben we die chocobo. Dit is geen gewone ondergrondse opslagfabriek. Het ziet er apart uit. Wat gebeurt hier? Sst! Waarom beweegt het? Is het waar dat de burgemeester zijn broer het heeft gevonden? Ik weet niet waarom, maar zijn broer is nou een van ons. Was hij niet aan de oude vrouw de kant daarvoor? Oh ja, dat hij de boerderij wou verlaten. Ja, ik denk dat hij dat alleen maar zei omdat hij aan het vechten was met de burgemeester. Wat maakt het uit? Ik bedoel, we hebben meer werkers nodig. Dus laten we hem in een doos stoppen. Ik bedoel... Ja, de gasten bij het kasteel zullen er wel die zullen er wel verder mee gaan. Het kasteel? Yep, wij zijn alleen maar, wij zorgen alleen maar voor de productie. Oké dan. De patroon op deze bergel. Meekomen nu, hop hop. Schiet op. Towler. De vuile... Hey, laat me los, laat me los, Towler, doe je vuuraanval, verbrand die maloot. Waarom hield je me tegen? Wat is er? Heb je die perl gezien net naast dat schuurtje? Ik heb dezelfde logo's gezien op sommige perls in het kasteel. Dus deze plek moet connecties hebben met Alexandria Castle. Ik moet weten wat het is. Dus alsjeblieft, ik smeek je. Alsjeblieft, zorg ik nog niet voor een oproer. Nou, vooruit dan. Maar ik zal een oproer starten als de Towler in gevaar is, hoor. Deal? Oké dan. Ze zijn verder de tunnel ingegaan, dus laten we ze volgen. Kistje. Een potion, gratis en voor niks. Dus daar staat logo. Waarvoor gebruiken ze die barrels eigenlijk? Het is nogal raar als ik er zo over nadenk. Maar goed. Nog een kistje hier. En even over chocobo's. Chocobo's zijn eigenlijk een beetje zeg maar de logo-dieren die we dus zeg maar in dit spel hebben. Net zoals dat Epona dat is bij The Legend of Zelda. En dat je dus zeg maar Goombas hebt bij Mario Games. Final Fantasy heeft chocobo's. Zijn we daarvan op de hoogte? Oké, nou we hebben hier dus zeg maar een verborgen Moogle. En daar willen we ook wel eventjes een briefje voor sturen. Want die wil een brief brengen naar Morki. Dus... Laten we dat maar net zo goed doen. En als ik me niet vergis, kunnen we hierop... Wat is dit? Het ziet eruit als een lijkenkist. Bah. Maar als ik me niet vergis, kunnen we hier dus zeg maar naar boven klimmen. En dan kunnen we dus zeg maar bij dit kistje hierboven komen. Het nadeel is, deze kistjes, die vind ik niet echt. Nou ja, ether is wel handig. Aangezien dat ethers nergens te koop zijn in winkels. Maar sommige kistjes die zijn zo moeilijk geplaatst, net zoals in deze... En de reward die erin zit, die zijn niet echt het waard. Ik bedoel, een potion waar je... Een potion, kom op. Potions die worden gewoon random gedropt door vijanden. Waarom speciaal dat in een kistje stoppen?
Ik bedoel, ik snap dat ze het exploring evenement erin willen gooien. Maar sommige kistjes, Iron Helm, die hebben we gelukkig al. Dat kwam door het stelen, anders kun je hem daar vinden. Of je kunt hem later nog kopen. Nee, je moet naar beneden toe. Maar sommige kistjes die zijn gewoon echt gewoon pointless. Ik bedoel, waarom zou je een potion willen? Leather Wrist. Nou, die hebben we net genoeg gekocht, maar... kunt er niet genoeg hebben, want die hebben we later nog meer nodig. Oké, voor de rest zit hier verder niks. Laten we maar doorlopen. Wat de hel is dat? Zeepie! Wat is er? Iemand die... Ik hoor hier iemand. Touder? Zeepie! Hé, jij bent het! Ik krijg hier wel uit. Waarom hebben ze je in een doos gestopt? Hoe konden ze? We praten dadelijk wel. Even ijs open. Wat is er gebeurd? Wanneer jij net wegliep, kwamen een paar mannen en die hebben me gewoon ontvoerd. En ze brachten me hier. En ik heb het ook bevecht als een gek. En ze zeiden eigenlijk dat ik hier moest blijven. En ik wist niet wat ik moest doen. Ik bedoel, ja, het waren mensen. Dus ik wist niet of ik ze kon aanvallen of niet. Dus ja... Maar ze vroegen mij waarom ik buiten was. En ze vroegen dat de cargo ship hier nog niet eens was. Ik wist nog niet eens waar ze het over hadden. En ik zei dan maar niks. En toen zeiden ze van laten we hem maar in vandaag zijn shipment gooien. En toen hebben ze hier in een doos gestopt. Ja. Nou, ik ben blij dat je in orde bent. Luister, Touder. Je moet iets doen de volgende keer. Je moet iets proberen. Gewoon terugschreeuwen of zoiets. Terugschreeuwen? Ja, bijvoorbeeld... Laat me los, vuilakken! Vuilakken? Zoiets. Ik bedoel, het verrast je aanvaller en het zorgt ervoor dat jij dus een open hit krijgt. Slim. Ik zal het gebruiken voor de volgende Mario Kart tegen jou. Ja, ik moet je even om mijn gunst vragen, Touder. Ik wil eventjes kijken wat er verder zit. Ik denk dat je niet echt blij bent met dat idee, maar... Zeepie, ik wil ook meer weten. Ik bedoel, wat is dat voor ding? Dat is een machine. Nou ja, weet je wat? We gaan met z'n allen. Met z'n allen open wij een kistje met 95, chill. Is dit rook? Nee, dit is mist. Laten we eens kijken wat erachter zit. Tada! Een battle! Nou, aangezien dat dit weer nieuwe vijanden zijn, laten we ze natuurlijk zeker weer zien. En dit zijn mage-spookjes. Ik weet niet precies hoe dat ze heten, daar komen we nou wel in een seconde achter. Op het moment dat we aan de beurt zijn. Het is een waiting game op dit moment. Ghosts. Ze zijn gewoon spoken. Oké. Nou, doe jij ons eventjes allemaal healen. Ja, het maakt niet echt uit wat voor magische strategie ze doen. Maar ja, hun vliegen, dus thunder lijkt mij dan het meest logische. Dus ja. Dat lijkt mij de beste aanvalstactiek die we dus nu het best kunnen gebruiken. En ze vliegen ook echt zo naar boven toe als ze dus echt wel verslagen zijn. Ik doe een beetje denken aan Kumei en wat de andere taart ook heet. Dus grappig dat ze dat weer zo gedaan hebben. Welcome back to haunt you! Oké, nou hopelijk doet Thunder wel een decent amount of schade. Decent, zoals ik al zei. Oh, hier mogen we weer eerst aanvallen hoor. Je kan maar door. Niet leuk, niet prettig. Oké, dan ga jij vliegen. En het heeft weinig nut om hier weer een magische aanval op te doen, dus... Wacht eens eventjes, hadden we niet nieuwe hoeden gekocht? We hadden nieuwe hoeden gekocht, die heb ik nog niet geëquipt. Ik voel me nou zo dom! En nee, er komt geen rewind op. Boutouwler, die 24 die doen het hem. Oké, nou, we zijn allemaal weer leveltje op. Nou ja, behalve de touwen, maar die gaat zo weer level op. Dus dat gaat alleen maar goed komen. Laten we eens even kijken. Mist monsters. Ja, vervelend. Oké, dus het eerste wat ik eventjes wil doen is heel even naar de equip. Want we kunnen dus de Featherhead. Bright Eyes and Head Status. Head Status is zeker iets handigs. Je hebt er heel weinig aan, maar je krijgt toch een kleine stat increase. En je kunt hem ook nog eens een keer equipen, touwen. Daar ben ik heel erg blij om. Wat Ad Status eigenlijk doet is, op het moment dat je een wapen hebt dat een Ad Status heeft, dan als je Ad Status geëquipt hebt, dan zal dat ook zeg maar werken. Zoals deze die heeft bijvoorbeeld Ad Status Silence, dus op het moment dat ik een melee aanval doe, dan hebben we dus de kans dat dus zeg maar een gewone aanval Ad Status zal doen.
Oftewel in dit geval Silence. Dus Taunus zijn wapen die heeft dat op dit moment nog niet. Maar die zal wel wapens krijgen waarbij dat zal doen. Maar die zal eigenlijk zeg maar nooit... Ja, die gebruikt alleen maar magische spreuken. Maar goed, random encounter. Ik knip even vooruit. Dit was eigenlijk best wel vervelend. Want dan kwam er dus zeg maar een aanval die de Taunus kon doen omdat hij in trance kwam. Maar helaas waren de vijanden al verslagen voordat hij dus zeg maar één aanval had om te kunnen doen. Dus... Maar dan maak je geen zorgen, de trance van de Taunus zullen we zeker nog zien. Zoveel machines, wat doen ze hier? Het lijkt alsof dat het mist aan het collecteren is voor de machine naar buiten. Waar die eieren van gemaakt zijn. Interessant, laten we verder op onderzoek gaan. Onderzoek uitgaan. Is dat een ei? Is deze machine eieren aan het maken? Het is geen mistmachine, maar er komt wel mist uit. Raar. Vreemd. Een Chocobo en een Geisel Green. Geisel Green is dat zeg maar het voer waar Chocobo's helemaal gek van zijn. Die Chocobo die zorgt ervoor dat het de lopende band zeg maar loopt. Maar waarom gebruiken ze daar niet gewoon een machine voor? Hier nog een rare machine. Het lijkt op de mistmotor die we gebruiken in het theaterschip, maar waarvoor hebben we die hier? Ik kan bijna naar binnen kijken, maar ik zie niks. Ik hoor alleen maar geluid. Zijn de eieren aan het uitkomen? Zijn ze het maken? Wat is dit? Sommige delen zijn anders, maar... Ze lijken op de Taunus. Wat is dit? Zijn het poppen? Er komt iemand aan, jongens. Taunus, Zelda. Waarom is mijn moeder hierachter? Waarom is mijn moeder? Waarom mijn moeder? Dit is de enigste manier. Zeepje, wat doe je? Wow. Sorry, jongens, maar we moeten schuilen. We moeten ergens ons verstoppen. Sorry, hou je mond. Hey, zei je iets? Nee, ik niet. Oké, laat me zitten. Schiet wel op, ja, want het is bijna tijd. Ik heb je gehoord. Wow. Zeepie? Taunus! Uit het ene doosje in een nieuwe doosje. Nu weet ik hoe een actiefiguur zich voelt. Excuseert u mij, heer. Ik moet een persoon van een hoge rank naar het kasteel brengen. Wanneer komt de cargo ship? Ik ben bezig. Ziet er goed uit, maar ik ben bezig. Het staat in de weg. Waar gaan we naartoe dan? Waar ga je naartoe, meneer? Nou ja, kan ik heel eventjes hier onderzoeken. Ik vind het wel grappig hoe dat Leroy eigenlijk zijn eigen muziekje heeft. Want dit staat ook beschreven als Leroy's muziekje. Of ja, Steiner's muziekje, maar... In ons verhaal heet hij Leroy! Oké, nou we moeten dus wachten totdat hij binnen is. Hoi. Dus de geur van koffie ontspant me. Misschien wil je ook een kopje. Ik hou van deze gast. Oh, dankjewel. Ik ben hier niet om koffie te drinken. Alsjeblieft, vertel me, wanneer komt de cargo ship? Want anders zal ik de Alexandria Royal Family het laten vertellen over dit. En dan wat? Ik beveel je om mij te vertellen wanneer de cargo ship komt. Vertel me! Ik ben niet heel erg goed op een ondervrager, of wel? Ik doe gewoon wat juist is. En wie zegt wat goed is of slecht is? Jij? Iedereen kan vertellen wat goed en slecht is. Nog steeds zo groen als een augurk. Wanneer komt die cargo ship? Hij is er al. Ze zullen hem nou al aan het inladen zijn. Waarom kon je me dat niet eerder vertellen? Dankjewel. Sukkel. Jackson, word je zo boos over? Ah, het is inderdaad het cargo ship. Nou kan ik de prinses meenemen naar het kasteel. Nou, ik moet een manier bedenken om haar op het schip te krijgen. Wat?
Er komt iets uit de grond. Vraag me af waarvoor dat ze deze gaan gebruiken. We maken er zoveel sinds dat ze hier de fabriek neer hebben gezet 6 maanden geleden. Wat maakt het uit? Serieus, het is zoveel makkelijker vergeleken met de boerderij bijhouden. En het betaalt ook nog eens beter. Hey, dat is... Is die enge vent in dat harnas naar ons aan het rennen? Laten we hier wegwezen. Scramble, ieder voor zich, jee. Ik bedoel, als er een roestbak op mij af zou rennen, zou ik ook wegrennen hoor. Deze barrel, wat zal erin zitten? Wat kunnen ze in godsnaam hier vanuit dit dorpje naar het kasteel proberen te shippen? Wat? Zag ik die barrel nou net bewegen? Ik kan het raken met mijn zwaard, maar ik wil eerst even eromheen kijken. Misschien zit er iets breekbaars in. Ik heb dit logo eerder gezien. Het beweegt echt! Wat gebeurt er toch? Oké, ik geef nog 1 duw. De barrel spreekt! Jij roesbak! Stuiter, ik ben een stuiterbal. Stuiter, ik ben een stuiter... Oké, sorry. Prinses, wat in de wereld is er gaande? Jij dief, is het jou gebeuren? Leroy, alsjeblieft. Ja, uwe hoogheid. Zeepie, ik weet niet wat ik moet zeggen tegen de Towler. Ik heb nog nooit zoiets eerder gezien. Ik wist nog niet eens dat er zoiets... Suspicious, kom op, suspicious. Denk daar, suspicious. Hij is verdacht. Ik heb nog nooit verdacht dat er zoiets verdacht in het kasteel gebeurde. We weten nog steeds niet voor zeker. Laten we bij de Towler's kant blijven. Het is geen tijd om in paniek te raken. Ik moet de prinses op het schip krijgen, op een of andere manier. Dan kunnen we terug naar Alexandria Kasteel. Hey Roesbak, weet jij waar dit schip naartoe gaat? Limblum! Ja, dit schip gaat naar Limblum! Oh, dat is... dat komt eigenlijk goed uit. Heb je het iemand gevraagd? De oude man daar op de berg, die heeft het me verteld. Dus het moet waar zijn. Je doet nogal raar. Iets komt onze kant op! Hoi. Prinses Garnet. The queen is waiting for you at the castle. Sorry, maar dit is een Nederlands let's play, dus ik beveel je om Nederlands te praten. Alsof ik iets geef om je Nederlandse zwetjes. De koningin is op het wachten aan jou bij het kasteel. Wacht, jij bent gestuurd van het kasteel uit? Wat? Waar hebben jullie het over? Jullie waren allemaal, in de ijskeveren. Jullie waren allemaal buiten bewustzijn van de sneeuwstorm. En daar heb ik iemand moeten vechten en die heette een Black Walls. Dus jij bent degene die nummer 1 heeft verslagen. Ik ben nummer 2. Mijn kracht, magie en snelheid maken me veel sterker dan nummer 1. Serieus, verdedig je zinloos. Kom prinses, de koningin wacht op ons. Nee, ik ga niet terug naar het kasteel. Kom met mij mee, of je krijgt er spijt van. Wacht, ik, Leroy G, zal de prinses terugbrengen naar het kasteel. Denk je dat het mij ook serieus ook iets kan schelen? Ik laat jou niet in de weg staan bij mijn missie. Boss battle tijd! Sorry, die voice acting moest eventjes. Ik kon er niks aan doen. Oké, dit is Black Walls nummer 2. Ook wel bekend als number 2. Prinses, wacht hier terwijl dat ik de anderen vermoord. Oké, dus we willen weer de oude strategie gebruiken. Zoveel mogelijk teleporteren. Towler en Leroy willen zoveel mogelijk vuuraanvallen laten doen. En het is dus zeg maar de bedoeling dat Zelda zoveel mogelijk cured. Dus we willen de Black Walls raken met zoveel mogelijk aanvallen tegelijkertijd. En oh, wat zou ik nu graag eigenlijk Towler zijn speciale aanval willen hebben. Zijn transaanval. Maar ja, het zij zo. Maar die komt nog later, dus maak je geen zorgen. Hahaha, dit is hoe je vuur gebruikt. Ik denk niet dat de Towler er echt blij mee is dat anderen de hele tijd vuur tegen hem gebruiken. Ik bedoel, hij was ons vuurmaatje. En natuurlijk gaan ze weer eerst teamen. Oké, nou weet je wat? Doe jij maar heel even focussen. Want we moeten eerst even al zijn items stelen. Ik geloof dat hij maar 2 items ook bij zich heeft. Dus we moeten wel uitkijken tot we hem niet per ongeluk killen. Oké, we kunnen alle all-out aanvallen. Iedereen vol in de aanval. Oké, sword magic, fire. Ah ja!
Waarom druk ik weer op steel? Mag ter gewoonte, denk ik. Maar ja, Fire Sword die doet een behoorlijke goede schade. Aangezien dat Towler en Leroy dus samenwerken. Mijn missie is om de prinses terug te brengen naar het kasteel. Oeh, Fyra. Damn. Dat doet pijn. Oh, hij valt wel heel erg vaak achter elkaar nu aan. Nee! Oké, hij heeft niks meer. Nou kun je die combo toch niet doen? Leroy, kun je hem gewoon een Phoenix Down geven in plaats van Combination Field? Ja, doei. Phoenix Down. Maakt niet uit dat je die roesbak aanvalt. Die roesbak mag aangevallen worden. Oké, jij doet even snel eventjes... Cure op de Wilco, op de Towler, sorry. Ik noem hem automatisch Wilco omdat hij zo in real life heet. En omdat ik heel erg veel met hem praat en eigenlijk heel vaak met hem opneem. Mijn excuses, was niet de bedoeling. Hij Towler. Oké, fire. Aanvallen. All out. Wraak. Doe nog maar een keer healen. Oh, hier komt een goede vuuraanval. Vraag ik me af, is de focus nou niet? Jawel, die focus is helaas te lang. Maar dat maakt niet uit, het was genoeg. Ah, waarom? Nee. Nou ja, we hebben in ieder geval gewonnen. En iedereen kreeg dus zeg maar AP omdat het de baas was. Krijgen we helaas geen extra experience. Wat eigenlijk best wel een tegenvaller is. Ah ja, we hebben een gratis item gekregen. En we hebben dus zeg maar... ja, de Towler die kent dus nu altijd ijsaanvallen gebruiken. Black Waltz nummer 2. Mijn moeder heeft hem echt gestuurd om mij te gevangen genomen. Het kan niet. Er is geen reden om de woorden van een bandiet te vertrouwen. Het was gewoon nog een andere crimineel. Om proberen de prinses te stelen voor een of andere evil kwaadheid, weet ik van wat is. Ben ik niet veilig genoeg geweest? Serieus, je hebt het heel goed proberen te doen, maar je bent niet zo makkelijk. Je kunt het niet zo makkelijk verbergen. Dat is nog niet eens waar, Roesbak. Je moet je kop houden, je hebt niet zitten luisteren, je hebt niet zitten kijken. Zelda is juist enorm goed bezig. Jij bent het probleem, niks anders. Je loopt hier overal rond, yelling, hey prinses, prinses, your highness, weet ik het allemaal nogal meer. Maar goed, over de grens oversteken. Ja? Waarom gaan we niet over op het schip? Natuurlijk, Limblum zal niet ver zijn met zijn schip. Ik bedoel, zal niet ver zijn, toch? Maar waarom resten we niet eerst eventjes voordat we gaan? Ja, dit is inderdaad heel erg belangrijk dat je eerst even rest voordat je gaat. De reden hiervoor is namelijk omdat op het moment dat je het schip opgaat heb je dus... go back to the village. Heb je dus geen kans om te saven, slash healen, wat dan ook. Krijg je automatisch een cutscene en komt er weer een zwaar gevecht. Dus, aangezien dat deze aflevering best wel aan de lange kant is... Wil ik jullie dus sowieso bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Heb je vragen of leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik hoop jullie morgen natuurlijk allemaal te zien. Want dan gaan we dus op de airship kijken waar dat we, of we bij Limblum terecht kunnen gaan komen. En misschien leren we dan meer over de dingen waar Alexandria stiekem mee bezig is. Onze blauwe olifant waar dat de plannen van zijn. Dit is eigenlijk dezelfde tekst die we al eerder hebben gehad. Daarom doe ik het nou niet voice acten. Dus het enige wat hij nou zegt is van blijf kalm. Maar voor de rest houdt het eigenlijk daarmee op. Dus ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. En met dat gezegd hebben. Tot morgen. Doei. Nogmaals bedankt voor het kijken.